Je denkt dat het helemaal niet hard regent, maar na een tijdje op de fiets ben je zeiknat. Waarom word je zo nat van miezer? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Nou, ik heb dus een enorme hekel aan miezer, maar ik kan me voorstellen dat jij dat vanuit jouw vakgebied wel interessant vindt. Nou, om onderzoek naar te doen is het heel interessant, want miezer bestaat uit allerlei druppeltjes. En druppels is precies mijn interessegebied. En wat is miezer dan precies? Nou, miezer zijn hele kleine waterdruppeltjes tot 0,5 mm in grootte die uit laaghangende bewolking op je vallen. Ze vallen heel zachtjes op je neer, eigenlijk als een soort spray zou je kunnen zeggen. Dus eigenlijk zijn het hele kleine druppeltjes, maar waarom word je dan toch zeiknat van? Het komt omdat ze als ze vallen spreiden ze echt uit over je huid. Ze spetteren er niet af zoals grote druppels. Ik kan dat even laten zien. Dus als ik een grote druppel laat vallen. Kijk, dan zie je dat het heel hard gaat spetteren. Ja. Dus als dat op je huid gebeurt, spat dat eraf. Terwijl als ik bij miezer, dat is meer een soort fijne spray. Als ik dat op je spray, dan zie je dat die druppeltjes allemaal netjes blijven liggen. Dus dat blijft allemaal op je zitten en zo word je veel napper. En deze druppels zijn veel groter. Is dat nou ook de reden waarom een hoosbui soms zo'n pijn kan doen? Ja, dus regendruppels die zijn typisch tussen 0,5 mm en 6 mm in grootte. En die vallen met hogere snelheid op je, dus dat voel je ook echt. Dat doet zeer als die op je komen. Zeker die van 6 mm, die voel je echt wel. Dus deze die spatten eigenlijk weg, ja. En deze blijven liggen op je lichaam. Ja, dat heeft dus te maken met dat het met weinig valenergie naar beneden komt. Maar we hebben nog een aspect aan de vloeistof wat belangrijk is daarvoor en dat is oppervlaktespanning. En hoe werkt dat? Nou, oppervlaktespanning is eigenlijk een soort kracht die de vloeistof bij elkaar wil houden, dus in een druppeltje. En als een druppel met veel energie valt, dan is die kracht niet sterk genoeg om dat bij elkaar te houden, dus dan kan het spetteren. Als de druppel langzaam valt, klein is, dan is de oppervlaktespanning eigenlijk sterk genoeg om dat als een bolletje bij elkaar te houden. En dan komt het netjes op je huid neer. En dat kan ik eigenlijk het beste even illustreren met deze twee borrelglaasjes. Dus als ik nou een borrelglaasje met veel valenergie inschenk, dan zie je dat het er overheen spettert. Terwijl als ik het heel rustig doe met te weinig energie, dus het water valt er nu heel zachtjes in, dan zul je zien dat je eigenlijk een hele mooie kop op het glaasje kan maken. Dus dit is de oppervlaktespanning bij miezer en dit is wat er gebeurt bij een regendruppel. Ja, dus bij miezer is de oppervlaktespanning relatief sterk ten opzichte van de valenergie. Dus ik heb hier het borrelglaasje langzaam ingeschonken. Oppervlaktespanning kan het bij elkaar houden. Hetzelfde bij miezer, die komt zachtjes op je neer. Oppervlaktespanning kan die waterdruppeltjes bij elkaar houden als ze op je vallen. Terwijl als met hoge energie de regen neerkomt of als ik met veel energie het glaasje inschenk, dan loopt het over of dan spatten de druppels uit elkaar. Maar eigenlijk word je van allebei natuurlijk nog steeds hartstikke nat. Ja, zeker, want er valt gewoon heel veel water. Alleen als je nou dezelfde hoeveelheid regen in de vorm van miezer op je zou laten vallen, dan word je daar relatief natter van, omdat die druppeltjes als ze op je vallen bij elkaar blijven en niet van je afspatten, zoals bij regen. Dit is dus waarom je zo zeiknat wordt van miezer. En dit was het lab. Heb je zelf nou ook een vraag? Zet hem dan hieronder in de comments en dan gaan wij ermee aan de slag.